hartelijk welkom bij het muziekuurtje Ab Gent. Deze keer hebben we een programma over een betrekkelijk korte periode, namelijk van 1985 tot 2000. De periode dat J.L. Slok apostel was. We laten u muziek horen die tijdens de jeugdappels in die periode werd gezongen en gespeeld. Wat de eerste 5 jaar betreft, valt op dat God en apostel nog nauw verweven zijn, dat er breed gezongen wordt en dat er begeleiding is door een groot jeugdorkest. Oh.
in de periode 1990-1995, de tijd dat de eerste vrouwelijke voorgangers werden aangewezen, we niet langer gescheiden zaten in de dienst en de weekdienst werd afgeschaft, zie je ook een ontwikkeling in de muziek. De apostel wordt minder genoemd en er worden ook Engelstalige liederen gezongen. Thank you.
Time to get away, time to spend, time to look, time to get somewhere we find a new way of living, we find a way. In de periode 1995 tot 2000
wordt de apostel nauwelijks meer genoemd en gaat het om de belevingswereld van de jeugd zelf. Er worden veel sangkoorliederen gezongen en de begeleiding is vrijwel steeds door een orgel. Thank you.
We komen aan het einde van dit muziekuurtje. Rob Buitenkamp maakte de video's. Klaus de Bes zorgde voor de techniek. En Rob Tijdeman stelde het programma samen en sprak het in. Dit was muziekuurtje nummer 36. 3 jaar lang hebben we elke maand een muziekuurtje gemaakt. Om niet in herhaling te vervallen, hebben we besloten de frequentie te verlagen tot 1 keer per kwartaal. Maar u kunt alle muziekuurtjes nog terugluisteren op de YouTube-kanalen Muziekuurtje Abgen, Robs Abgen Muziekbibliotheek en Rob Buitenkamp. Op de laatste staat nog meer muziek. We eindigen dit muziekuurtje met Hoe fascinerend is de schepping uit de kantate Oneindige Schepping.